Zeg je? Ik zei, de ene jongen heette Piet en de andere heette Jan. Het waren vrienden. Het tweede uitstapje viel in het tweede deel van de vakantie en ging deze keer niet langs de oude stenen wal, maar langs het strand. Want ze hadden gehoord dat 2 kilometer in zuidelijke richting er een fantastische prostituee lag te zonnebaden in Monokini. 2? Ja, 2. 2 wat? 2 vrienden. En die 2 kilometer dan? Oh, Cornelia. Als je zo begint. Volgende ochtend waren wij reeds voor 6 op weg naar het strand. Wij volgden de kust in zuidelijke richting, want daar moest ze liggen. Opeens zei mijn vriend: zeg, die prostituee blijft wel liggen. Laten we het bedaard aandoen en alles onderzoeken wat we onderweg vinden. Knappe jongen, gaf ik hem toe. Ik ben het volkomen met je eens. Wij kunnen stellig heel wat vinden, want het wordt een mooie dag. En de wind waait uit de goede richting. Het eerste wat wij vonden was een half vergeeld papiertje met daarop de volgende zinnen. Hartstochtelijke liefde en religieuze zwaarmoedigheid verscheurden zijn ziel. Maar hij volhardde als grenssoldaat waartoe hij was uitverkoren. Ogenschijnlijk rustig en beheerst zond hij haar in augustus 1841 de ring terug. Ik meesmuilde, Vicky Baum. Maar mijn vriend antwoordde ernstig. Je ziet het jaartal over het hoofd, mijn waarde. Dit betreft Søren Kierkegaard, de grote Deense filosoof, grondlegger van wat later het existentialisme werd genoemd. Zijn verloofde, Regina Olsen, was een mooi meisje en dochter van een afdelingschef aan het ministerie van Financiën. Glimlachend antwoordde ik hem, bioloog die je bent. En beiden schaterden we het uit van het lachen. Wij kwamen bij een hoopje zeewier. Wij begonnen het wier uiteen te halen en troffen tussen de planten verward onze oude vriendin Geertje Geitjesrijder aan. Gewoonlijk is zij een gevaarlijk schepseltje, maar nu was ze volslagen hulpeloos, verstrengeld in het wier. Wij hielpen haar eruit en als beloning mochten wij ieder een van haar borsten betasten. Mijn vriend koos de rechter, ik de linker. Ze zijn buitengewoon soepel en elastisch, zei mijn vriend. Ja, zei ik. Je weet dat borsten verdeeld kunnen worden in 2 categorieën naar hun grootte. De grote en de kleine. Deze borsten behoren tot de categorie van de grote. Borsten zijn gemakkelijk herkenbaar aan hun over het algemeen wat bolle, ronde vormen. Ze zijn met lucht gevuld. En dat heeft tot gevolg dat ze in het water altijd boven komen drijven. Kom, laten we verder gaan. Akkoord, zei mijn vriend, laten we verder gaan. Vriendelijk namen wij afscheid van Geertje en we vervolgden onze wandeling langs de rand van het water.
Van tijd tot tijd passeerden wij een baadster of zonnebaadster. Soms bukten we ons om er een wat nader te beschouwen. Mijn vriend was een eindje voor. Opeens liet hij zich vallen op een merkwaardig gevormd ding. Wat ter wereld is dat, vroeg ik. Met het andere geslacht heeft dit in elk geval niet uit te staan. Mijn vriend draaide vanuit zijn ongemakkelijke positie zijn hoofd naar mij toe. Je vergist je, dit is een Engelse lady. Ik keek nauwkeurig toe. Kijk, dat ronde gat in haar hoofd. Kun jij me vertellen wat dat is? Onnodig te zeggen dat ik het antwoord schuldig bleef. Dat is de mond, mijn jongen. Dat is de mond van een Engelse lady als ik bovenop haar lig. Lachend stond hij op en wij vervolgden onze weg. Wij liepen een golfbreker op. Daar hoorden wij het ruisen van een zijden japon. Daar lag een jonge dame in avondjapon die haar blanke schouders vrij liet. Goedemorgen, riep ze ons toe. Mijn naam is Regina Olsen. Vloekend keerden wij ons om en gingen verder langs het strand. In de verte spoedde zich een speedboot voor. Voor de gepensioneerde die meestal met zijn tijd geen raad weet, is het moeilijk voor te stellen dat voor anderen de tijd zoveel waarde heeft. Wij besloten een put te graven. Daartoe hadden wij spaden meegenomen. Wij groeven een put van meer dan een meter diep. Wij stoten op een lichtbruine, sponsachtige massa. Hondenvlees, zei mijn vriend vol minachting. En daartussen troffen wij aan ijsbekertjes, een ouderwets zwemkostuum, een oude de lach. Daar kwam onze buurjongen Michael aangeslenterd. Sta op, schreeuwde hij ons toe, en trek mijn rode schoenen aan. Op mijn woord, antwoordde ik hem, ze staan jou beter dan ons. Kijk, onze knappe Michael met zijn rode schoenen. Deze woorden troffen doel. Onze buurjongen begon luidkeels te huilen en zo liep hij van ons weg. Laten wij op het einddoel van onze wandeling afgaan en die prostituee van naderbij bekijken, zei mijn vriend. Het bleek een Zandvoortse prostituee te zijn. Haar hoofd was nogal gehavend. Toch waren we blij haar gezien te hebben, want het gebeurt niet elke dag dat men een Zandvoortse prostituee in monokini langs het strand aantreft. Nu gaan wij bij gindse kar een haring eten, stelde ik mijn vriend voor. En aldus geschiedde. Wat zei je? Ik zei,
Er schijnt een heleboel te zien te zijn zo langs het strand. Oh, zei je dat? Ja, dat zei ik. Ik hoor je wel. Hoef je niet zo kribbig te doen, Adelaide. Kribbig? Wat is dat nou toch voor een moeilijk woord, Cornelia? Die studie die begint je naar je hoofd te stijgen. Wat zei je? Naar je hoofd te stijgen, die studie. De kift, zul je bedoelen? Wat is dat nou weer? Werkelijk, Cornelia, het wordt hoe langer hoe moeilijker om met jou een gesprek te voeren. Ja. Naarmate de veiligheid afneemt, vermeerdert het prestige. Naarmate de veiligheid vermindert, vermeerdert de prestige. Wel, wel. Wel, wel.